Wij blijven gewoon best friends voor altijd, hè, maatje. Goed zo. Diesel is back. Dit is ook echt een oefening wat jullie thuis ook kunnen doen. Leuk dat je weer kijkt bij een nieuwe vlog. Zoals je ziet heb ik mijn crossen outfit al aan. Want ik ga vandaag weer crossen. En ik ga niet zomaar crossen. Ik ga crossen met Mailstreams Diesel. En dit is zo ontzettend veel aangevraagd de laatste tijd. Gaat het nog goed met Diesel? Leeft Diesel nog? Heb je Diesel nog? Is Diesel verkocht? Al die vragen zijn er voorbij gekomen. Maar rustig aan. Ik heb Diesel nog. Diesel heeft alleen, had ik ook gezegd op een EK-video. Hij heeft na het EK lekker vakantie gehad. Omdat je gewoon zo lang traint naar een EK toe. Het EK zelf is intensief. Dus we wilden na het EK gewoon even afbouwen. En dan gaan we dus nu weer lichtjes opbouwen. We zijn nu ongeveer 2 maanden later. En dit wordt mijn allereerste crosstraining weer nadat ik op het EK gevallen was. Dus ook voor mij een klein beetje spannend. Maar ik heb er heel veel zin in. En je ziet Mailstreams Galante achter mij ook klaarstaan. En dat komt omdat ik met Galante heeft dit weekend eventingwedstrijd. Dus gaan we, omdat hij nog onervaren is, gaan we nog het water oefenen. Zodat hij dat lekker vertrouwd voelt, meer ervaringen krijgt. En dan gaat dat hopelijk op de wedstrijd ook goed. Diesel en ik gaan dus zo weer voor de allereerste keer crossen. En ik wil eigenlijk nog even heel kort met jullie terugblikken naar het EK. Want het was natuurlijk eigenlijk gewoon een fantastisch EK. Hoe Diesel aanpakt in de cross was echt, ja, eigenlijk gewoon super gaaf. En heel veel reacties van hoe gaat het nu met je, kreeg ik toen allemaal na het EK. Ik heb er nooit meer een video over gemaakt, maar ik wilde nu nog graag even iets over vertellen. Nou, na het EK is het eigenlijk dat we toen nog zijn gaan afbouwen. Want je kan niet na een EK diep de cross gelopen en dan gelijk bam, rust, stil. Hoe we opbouwen moet je ook gewoon weer afbouwen. Dus dat doe je dan bijvoorbeeld met een beetje dressuurmatig en dan steeds minder. En toen hebben we die zo even vakantie gegeven, omdat dat hij wel verdient. En je ziet dat hij heel graag weer aan het werk wil. Niet doen, Diesel. En ik had niet verwacht dat het bij mij mentaal best wel, ja, zo snel zo weer goed zou gaan. Want op het EK was het echt een klap in mijn gezicht. Ik had echt met Diesel echt een mooie prestatie neer kunnen zetten. Maar omdat ik ook weer andere hele leuke paardjes heb en weer hele gave wedstrijden, ging het allemaal heel snel. Ik had zo snel dat ik me, ja, moest schakelen en weer focussen op nieuwe wedstrijden, dat ik eigenlijk gewoon, ja, het eigenlijk gewoon geen tijd had om verdrietig te zijn over het EK. Maar nu mogen we dus eindelijk weer crossen, dus ik heb er heel veel zin in. Diesel weet al wat we nu gaan doen, maar altijd voor de training doe ik met Diesel even stretchen. Dit is ook echt een oefening wat jullie thuis ook kunnen doen. Het werkt met suikerklontjes, hij weet al wat hij moet gaan doen. En dan buig je hem zo linksom helemaal in. En dan is dat dan weer lekker opgerekt, want zo wil je ook met het rijden dat ze zo lekker soepel zijn. Kom je nog een suikerklontje halen? Verder, verder. Ja! En je ziet dat linksom ietsje makkelijker ging dan rechtsom. Gelukkig voel ik daar onder het zadel niks van, maar dat is altijd goed om zo te testen. Dan helemaal naar beneden. Ja, goed zo. Nu kunnen we gaan beginnen. Diesel en ik zijn nu op het crossterrein en we gaan nu losrijden. En dan gaan we lekker het water oefenen en nog pijnenlisjes. Thank you.
side is staring for days. All they see is just a young pretty face. But I'm trying to get to know you, it's better. Don't matter how much time it will take. But there's something you're trying to hide. There's something you're keeping inside. But I'm trying to get to know you, it's better. Diesel is back. En woe, super goed diesel. En dat voelt gewoon zo goed op Diesel, hè. Wij blijven gewoon best friends voor altijd, hè, maatje. En ik voel me helemaal gelukkig dat ik weer gecrossed heb met hem. Want, oh, dat geeft me weer zo'n kickgevoel. Ik ben echt heel blij. En we hebben een stel leuke paarden, hoor. Goed zo, Dieseltje. Zo, Diesel, je bent klaar. Vind je het leuk? Huh? Doen we lachen? Oh. Zo, de crosstraining zit er weer op met beide paarden. Ze pakten weer super aan, dus we zijn heel erg tevreden. Ik wil alvast wel even vertellen dat jullie niet moeten verwachten dat Diesel gelijk alweer in de video's is te zien. Diesel mag zelf gewoon gaan aangeven of hij al binnenkort mee op wedstrijd gaat of dat het nog wat langer duurt. We gaan echt gewoon kijken hoe Diesel aanpakt, want dat heeft hij wel verdiend, hè. Een beetje rust in zijn kopie. Dus we gaan gewoon kijken hoe Diesel doet. En misschien is die binnenkort al in de video's. Misschien duurt het nog wat langer. Dat zien jullie vanzelf. Alvast bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!